Het is koud, snijdend koud. Ik heb echt bijna te doen met de mensen die moeten gaan schaatsen straks. Volgens mij gaan ze zo. Je bent lekker op de hoogte. Yes, hè? Vind je niet? Ja, we gaan gewoon voor de lol, toch? Ja, als je in Haaksbergen woont, dan moet je er gewoon heen. Toch, vind je niet? Zat u nou naar de bekers te kijken? Die staan gereed voor de winnaars. Ja, ja, maar ja, ik heb er zelf genoeg. U bent een fanatieke schaatser? Ja, fanatieke marathonschaatser. Het is goed ijs, voor zover we bekijken kunnen, dat het wel goed stand houdt. En de zon heeft er hier weinig grip op gehad. Dus, en vandaag ook helemaal niet. De sneeuwlaag is erop blijven liggen. Die wordt er nu afgeveegd. En het lijkt heel goed ijs voor een snelle wedstrijd. Ja. Ah, de schnaps. De schnaps is erbij. Het is zo koud. Het is zo koud, echt. Dus proost zou ik zeggen. Ze zijn nog wel druk met het ijs bezig momenteel. Denk je dat het goed komt vanavond? Ja, ik denk het wel. Want ze hebben nu net het water eronder uit laten lopen. En ze gaan nu vegen, dus ik denk dat het wel goed moet komen. Wat kan ik hier allemaal krijgen vanavond? Krijgen kun je niks, je moet daar wel betalen. Hier. Nee, maar dat is wel sopie, worst, snert en ja, koek en sopie. En chips, van alles. Hey! Voor wie zijn jullie? Niemand in het bijzonder. Gewoon de sfeer verhogen. Dat maakt mij helemaal niet uit wie er wint. U gaat de sfeer verhogen? Ja. Ik heb alle jaren heb ik het voor de tv gekeken. En toen dacht ik van, als het weer in Haaksberg is, ga ik hierheen. En nu maak je het in levend lijven mee. Dat is gewoon geweldig. Gaat u zelf ook nog een rondje? Of, Nee. Ik ga gewoon kijken en waar nodig inspringen met werkzaamheden. En morgen vroeg weer opruimen. Morgen vroeg om 9:30 beginnen we weer met alles opruimen. Al jullie harde werk wordt wel beloond vanavond. Ja. Nou, kom op allemaal! Kom op! Een lekkere warme zoen, kan dat er nog af? Ja, met een drupneus, maar ik wel zeker.